belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Justitie Charlton Hato heeft een akkoord bereikt met politievakbond NAPB. En daarmee is een einde gekomen aan werkonderbrekingen die afgelopen maandag begonnen. Toen legden ruim 100 agenten het werk neer om te vergaderen onder werktijd. Tijdens die vergadering werd een lijst opgesteld van zorgpunten. Het ging daarbij vooral over de vraag hoe het politieapparaat intern met agenten omgaat. Zeker als die agenten zijn betrokken bij incidenten of gewond zijn geraakt. Uiteindelijk, na lang overleg, vonden de partijen elkaar. Overeengekomen is om de werkincidenten een speciale werkgroep aan te spreken die zich buigt over dienstongevallen. Morgen loopt de deadline af voor de preferred bidder voor de raffinaderij. De Caribbean Petroleum Refinery, CPR, moet aan de overheid laten weten dat ze voldoende fondsen en producten hebben om de raffinaderij over te nemen. Een van de tegenstrevers van CPR, het bedrijf GIK, liet gisteren in een persbericht weten dat zij wel de beschikking hebben over voldoende geld en voldoende producten. GIK wordt vertegenwoordigd door oud-minister Rutsel Marta. Wat Marta betreft gaat de overheid verder met GIK en stopt ze met de verdere onderhandelingen met de Caribbean Petroleum Refinery, CPR. Na Qualectra, nós temos tempo para servir ora com mais de comunico. Chama no centro de cliente na telefone 0800-0135 de aluna para o viernes for de setor de mente até com o setor de noite para turno serviço não off para transita. Se você quer transita para a sabra, também por favor. Para escolher para a trabocita, riba aqualectra.com e aproveite a mesura para o documento na cerca para o bichita cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para ser vivo na e momento que você comini a bo. De Extra meldt vandaag dat er 3 Curaçaonaars onterecht vastzitten in Venezuela. Het zijn mensen die naar Venezuela zijn gegaan om Venezolaanse specialisten contracten aan te bieden om verder te werken in Israël. Ze deden dat namens het bedrijf Dick & Dove Contractors. Niettemin zitten de 3 mannen vast in de gevangenis en de Extra zegt dat het belangrijk is dat er aandacht voor de 3 komt. Volgens minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper kan er snel worden begonnen met de aanpak van 5 wegen op Curaçao. Het bedrijf Life Extension gaat dit uitvoeren voor een bedrag van 9,2 miljoen gulden. Cooper wilde eigenlijk dat er 14 verschillende wegen aangepakt zouden worden. Maar de wegen zijn in zulke slechte staat en de prijzen voor het onderhoud zijn zo gestegen dat er in eerste instantie maar geld is voor 5 wegen. Er is een akkoord bereikt tussen het Openbaar Ministerie en Gerrit Schotten. Volgens de OM is er een akkoord bereikt met de oud-minister over de terugbetaling van 1,8 miljoen gulden. Als Schotten dat geld niet terugbetaalt, moet hij de gevangenis in. Maar volgens het Openbaar Ministerie zijn de 2 partijen tot elkaar gekomen. En als Schotten zich houdt aan de terugbetalingsregeling, hoeft hij niet de gevangenis in. Voorzitter van de partij MAN vindt het allemaal voorbarig wat er in de media is verschenen over de opvolging van Steven Martina in het parlement. Steven Martina kondigde vorige week vrijdag aan dat hij opstapt als leider van de partij en dat hij ook aanbiedt om op te stappen uit het parlement. Begin deze week verschillende berichten dat Hensley Koeman zeker het parlement ingaat en waarschijnlijk ook Steven Martina gaat vervangen als partijleider. Ironetti Cobra zei dat de partij MAN alles volgens de regels doet. Pas als Steven Martina zijn ontslagbrief indient, wordt er gekeken naar het volgende traject en komt Hensley Koeman als eerste in aanmerking. Het proces om te komen tot een nieuwe politiek leider is nog volop bezig. Oud-minister van Justitie, huidig leider van de PAR en parlementariër Quincy Kirigori is gisteren betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. Op foto's in de extra's te zien dat de auto van Kirigori en van een andere persoon flink beschadigd zijn geraakt, maar beide personen zijn niet gewond geraakt bij het ongeluk. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.